Hi, goeiedag, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik kijk nu daarheen, want dat is de tuin door en ik zie dat Lulu naar binnen staat te kijken. Ja, een filmpje. We gaan, ja, ik zag het laatst bij, ik weet niet hoe ze heet, Alina Davis volgens mij. Een What's in my bag. En toen dacht ik, wordt dat nog gedaan? Dat is best leuk. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb even een drinkje hier zo, want ik griebel in mijn keel, want hooikort. Dit is mijn tas. Dit is mijn gewone standaard handtas. Beginnen bij het buitenste. En ik heb niet zoals ik toch wel bij een hoop YouTubers verwacht dat er dingen in worden gedaan gewoon voor de show. Dit is echt mijn tas. Dus ik heb er niks in gedaan. Of ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies wat erin zit. Dus we gaan kijken. Allereerst heb ik hier Trimetoprim. Dit is een heel erg een raar doosje. Dit is een paardenmiddel, die heb ik van de neuroloog, nee niet van de neuroloog, van de uroloog gehad. Voor als ik blaasontsteking heb, dan is dit een soort paardenmiddel. Dan heb ik van, ja, ik weet het niet. Dit is zeg maar zo'n lineaal ding, mesje, meetdingetje. Ik weet het niet. Handig om in je tas te hebben, denk ik. En een inlegkruisje. Dat zit in het achterste ritsvakje, zeg maar. Dan heb ik hier drie vakken. Zoals je ziet, een voorvak, een achtervak en een ritsvak. Laten we met de achterste beginnen. Daar zit in een tasje van Chanel. En een waaier. Voor als ik het warm heb. Die zit altijd helemaal onderop. Een tasje van Chanel. En hier zit in zakdoekjes. Iets van een pleister dingetje. Blotting paper. Niet dat ik dat ooit nodig heb, maar je weet maar nooit. Paracetamol. En een deodorant. En een dingetje met gebitstokjes. Tandenstokers. Nee, het heet een ragger. Nou. Dat is het eerste vak. Ik ga hem ook weer terug doen, hè. Dan het voorste vak. Dat is wel een hoop los gedoe. Ik haal alles eruit, want dat vind ik wel zo eerlijk. Zelfs de kleinste dingen. Oké, alles is eruit. Wat me opvalt zijn koekjes, eitjes en pepermuntjes. Ik denk van de Valk. Ik leg ze even apart. Een elastiekje. Een mascaraatje. Maar die is op, weet ik. Dus die gaat even mee naar boven zometeen. Dan heb ik nog een tasje van Chanel. Van Chanel. En daar zit in een spiegeltje. Van Chanel. In een leuk hoesje. Dit is, ja, dit is een, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit is een primer, een mascara primer. Die gaat ook mee naar boven. Dan heb ik hier een lippenstift van L'Oreal. Dit is de kleur 652.
Oh ja, en ik heb nog een spiegeltje van Chanel. Dat is eigenlijk gewoon voor de leuk. Ik heb hier los nog een lippenstift van Chanel. Dit is, kan ik niet lezen, maar ik weet dat dit de kleur Boy is. Dus dit doen we allemaal in het Chanel tasje. Dan heb ik een schoonmaakdoekje voor mijn bril. Ik heb nog zo'n wit elastiekje met een haarklemmetje voor als mijn haar weg moet. Een verjaardagskaart van Wessel, van dat we nog uit eten zijn geweest met zijn verjaardag. Ik heb een handcreme van Chanel. Dit is de nummer 5 Low. Dan heb ik deze. Wie kent dit nog? Even kijken of die open gaat. Met zo'n spiegeltje. Deze heb ik ooit een keer voor mijn verjaardag gehad van Chanel. En hier zit een rode lippenstift in. Die er ook lekker makkelijk uitgaat voor onderweg. Dit is zo'n druklippenstift. Ik heb altijd iets roods en iets nieuws. Maar het is meer omdat ik dit ding gewoon zo leuk vind om bij me te hebben. Dan heb ik een leesbril bij me. Een zonnebril. Een touwtje voor mijn leesbril. Dat je denkt, doe die dan ook eraan. Maar dat dan toch weer niet. En een ventilatortje. Die heb ik laatst gekocht bij de Action. En die heb ik dus bij me. Weet ik niet waarom, want ik heb die andere waaier ook bij me. Ja, nou dat dus. Dus dit zit allemaal in het voorste vak. De brillen weer erin. De elastiekje weer erin. Zo. En dan heb ik het middelste vak. Ik voel een hoop rommel. Daar ging een paasei. Weet je, dit is misschien ook wel een leuk filmpje om één keer per jaar te doen om je tas leeg te maken. Oké. Okay. Een bonnetje. Een watje. Dat is allemaal vies. Dan heb ik pepermuntjes. Die vind ik dan wel fijn om bij me te hebben. Dus die doe ik terug. Ik heb wat zoetjes. Altijd handig om bij je te hebben. Ik heb een lippenstift. Ik denk dat deze van Catrice is. Nou, die kan mee naar boven. Ik heb er nu genoeg. En ik heb een liquid lipstick van Chanel. Maar die doe ik in het voorste vak bij de andere make-up. Dan heb ik nog een Van de Valk parkeerbonnetje. Die kan ook weg. En wat is dit? Geen idee. Ook een bon. Kan ook weg. Ja, die heb ik laatst gehaald. Een voordeelkaart van de Kruidvat. Ik heb hier een brief dat ik naar de neuroloog moet. Die zat er nog in. Ik heb nog 2 parkeerbonnetjes. Wat is dit? Ook een brief dat ik naar de neuroloog moet. Dan heb ik een glazen nagelvel van Chanel. Die doe ik ook in het voorste vak bij de make-upachtige dingen. En dan heb ik mijn sleutels. Dit is een huissleutel en een autosleutel. Dit is alles wat ik nodig heb. Deze huissleutel past in mijn huis op alles. En de autosleutel, ja, weet je wat het is? Het zit in mijn tas en ik heb het ook niet nodig in de auto. Want ik heb zo'n startknopje met wat Chanel hangertjes heb ik eraan. En mijn portemonnee.
Wat niet echt een portemonnee is, want het is gewoon eigenlijk een kaartjeshouder. Maar, nou ja, dat dus. Ja, dan doe ik dat kruidverpasje gelijk in, zo, in het middelste vak. Dat is alles wat er in mijn tas zit. Meer is er niet. Ik ga geen gekke dingen meenemen. Ik heb geen gekke dingen in mijn tas zitten. Ja, dit is het. Meer is het niet. Dit was de What's in my bag, What's in your bag. Laat het even weten in de comments. Dankjewel voor het kijken. Doei!